is maandag, dus welkom bij deze nieuwe weekvlog. En op deze plek heb ik sowieso nog nooit een weekvlog geopend, dat weet ik heel zeker. En ik ben hier ook niet alleen. Hallo! Daar zit iemand. Daar zit iemand. Kom even een beetje hierheen. Schuif je met je stoel. Waarom zijn we hier? We hebben vandaag een gesprek gehad met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Was het leuk? Heel leuk. Ja, hè? Ja. En waar zijn we? Sowieso. Oh, we gaan sushi eten. Dat heb ik echt sinds november niet meer... Nee, begin december denk ik. Niet meer gegeten. Ik heb er zoveel zin in. Echt, dat had ik voorheen iedere week zo'n beetje. Nou, dat is niet helemaal waar. Iedere maand zeker wel. En nu al een half jaar niet meer, dus ik heb er echt heel veel trek in. Jij ook? Ja, zeker. We hadden zo'n honger dat we gewoon het lekkers vergeten zijn te filmen. Nu zijn we al klaar. Lekker gegeten. Dat is heerlijk. Goed zo. Ga je nog een toetje eten? Fruit, denk ik. Ik denk ik ook dat ik voor de fruit ga. Oei, zit nog lekker te... Oh, jij bent klaar. Lekker gegeten. Zeker. Zo. Ik vond het heerlijk, jongens. Echt weer genieten na een hele lange tijd. Super lekker. Drink nog even mijn thee op. En dan een beetje fruit eten. Zo, een hele goede avond. Het is dinsdagavond vandaag. Ik weet even niet meer zeker wanneer ik voor het laatst gevlogd heb. Maar volgens mij was dat gisteren in het sushi restaurant. En heb ik daarna niet meer gefilmd. Maar dat kwam omdat ik redelijk laat thuis was en nog het een en ander moest doen. En dus even geen tijd had om te vloggen. Zo ook vandaag. Ik heb vandaag een hele drukke dag achter de rug. Een dag waarop ik ook veel gevlogd heb. Maar dan niet voor mijn eigen kanaal, maar voor mijn werk. Even mijn koffie erbij gepakt. Voor mijn werk heb ik veel gevlogd vandaag. Dus het lijkt alsof ik net nog gevlogd heb. Maar voor mijn eigen vlog is dat volgens mij dus al een tijdje geleden. Vanavond ga ik weer kaarten natuurlijk. Het is dinsdagavond en ik heb al weekend. Woehoe. Maar ik vlog voor de weekvlog gewoon door tot met vrijdag overdag. En dan vrijdagavond open ik gewoon zoals gewoonlijk de weekendvlog. Maar omdat het donderdag hemelvaart is en vrijdag we een verplichte vrije dag hebben, heb ik dus al weekend. Even een snelle update, want ik moet zo weg. Sollicitatiegesprek, nog niks van gehoord natuurlijk, want ze verwachten dat morgen pas, dus ik hoop daar morgen iets van te horen. Vandaag een gesprek gehad op mijn werk over de extra taken die ze me daar willen aanbieden. Wel heerlijk eerlijk aangegeven dat ik met een sollicitatie bezig ben en ik heb daar ook inderdaad wel voor mezelf voor gekozen dat als dat doorgaat dat ik daarmee aan de slag ga. Maar wel een heel leuk gesprek gehad met ook weer hele mooie aanbiedingen en mooie kansen en ja... Dat geeft toch een heel fijn gevoel. Morgen heb ik een hele leuke dag. Ik ben vrij morgen natuurlijk. Nou, het begint minder, want mijn remmen van mijn rolstoel zijn kapot. En dat komen ze morgenochtend maken. Als het goed is komen ze al rond een uur of negen. Maar vanaf 11 uur komt hier een bekende YouTuber. Tenminste, een veel bekendere YouTuber dan ik. Sarah Rebecca. Zij heeft een YouTube kanaal, Sarah Rebecca. Maar ze heeft ook een eigen bedrijf. Zij is stylingscoach. Kijk maar eens op haar site, sararebecca.nl. En zij gaat... Ik ben een traject met haar aangegaan. Of een traject. Ik ben een coach. Ja, een soort coachingstraject met haar aangegaan. Zij gaat mij op verzoek van mezelf styling tips geven gebaseerd op zitten. Want wat ik heel vaak merk is dat ik kleding leuk vind, maar het is allemaal in een staand perspectief dat je het ziet. En dat ik heel vaak ook heb dat als ik dan iets zie, dat ik dat hartstikke leuk vind, maar dat dat uiteindelijk blijkt dat dat op mij, zeg maar, dat dat toch minder goed zit omdat ik zit. Nou, zij gaat me daarbij helpen. Zij komt morgen langs. Dat is deel 1 van een traject. We gaan ook nog een keer samen winkelen. Vind ik ook heel erg leuk. Dus daar ben ik super blij mee.
dat ze dat doet. Dus ik hoop dat ik met haar erbij ook een beetje mag vloggen. Ik hoop ook dat ik in haar vlog mag. Want ja, YouTube technisch zou dat natuurlijk ook heel fijn zijn. Als je bij iemand voorbij komt die 50.000 abonnees hebt. Laten we eerlijk wezen. Dus allemaal leuke dingen op de planning. Nou, donderdag en vrijdag ben ik dus vrij. Vrijdag ga ik met vriendinnen eten. En ga ik op bezoek bij een collega. Donderdag heb ik nog niet echt plannen. Nou, en zo rommelen we lekker aan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nu ga ik heel snel mijn koffie opdrinken, want ik heb nog 5 minuten en dan moet ik de deur uit. En dan zie ik jullie vanavond nog wel even, want ik ga natuurlijk na het kaarten gewoon nog de vlog editen en hier een beetje in huis rommelen en opruimen. En dan pak ik jullie er vast nog wel even bij. Zo, ik heb even mijn luisterboek geluisterd, terwijl ik even een beetje heb opgeruimd. De tafel ziet er weer wat toonbaarder uit. Kleding is opgeruimd. Dit tafeltje is weer wat opgeruimder. Nou, mooi om morgen Sarah, Rebecca, ja, ik zeg Sarah Rebecca, omdat haar kanaal zo heet, maar ze heet natuurlijk gewoon Sarah. Om Sarah te ontvangen, dus dat is fijn. Mijn vlog is ook bijna klaar, zie ik. Ik moet nog wel even de thumbnail maken, dus dat ga ik nu even doen. Even kijken waar die zit. Daar. Dat heeft Ronald zo mooi voor me gemaakt. Die maakt dan die heeft een voorbeeld van mij gemaakt. Laat ik jullie dat ook gelijk even zien. Hoe ik dat doe. En dan kan ik hier, moet ik even wachten tot hij helemaal geladen is. En dan maak ik hier de titel van de vlog die jullie altijd zien. Die zet ik hier neer. En hier doe ik dan een foto die ik erbij wil hebben, doe ik daarin plaatsen. En dan sla ik hem op en dan kan ik hem gebruiken als thumbnail. Dus dat is mooi. En dit is het seintje dat de vlog ook klaar is. Ik ga even zorgen dat hij morgenochtend online komt en dan ga ik lekker slapen. Tot morgen! Zo, een hele goede morgen. Het is 8 uur en ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga nog even naar de Hoofdvliet om wat lunchboodschappen te doen. En dan wacht ik eerst even op Medipoint. Die komt rond 9 uur, hoop ik. Want ze vertrekken om 9 uur. En ik ben de eerste. Ze zit hier om de hoek. Mijn remmen maken van mijn rolstoel. En dan daarna om 11 uur komt Sarah deze kant op. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. En dan gaan we kijken wat de dag ons brengt. Jullie gaan het zien. Zo, Medipoint is geweest. Helaas is mijn rem. Nou, deze gaat nog wel. Maar deze is, die doet niks meer. En die kon die helaas ook niet maken. Dus er moeten nieuwe remmen besteld worden. Dus ik word gebeld als ze binnen zijn. Helaas, het is niet anders. Boodschappen zijn binnen. Dus nu wachten tot Sarah er is. Dat duurt nog wel 1,5 uur. Dus ik, tot die tijd ga ik gewoon even lekker een beetje rommelen en doen. En ben ik heel benieuwd hoe vandaag gaat zijn. En ik hoor natuurlijk vandaag ook, als het goed is, iets over mijn sollicitatie. Dus dat maakt de dag ook wel extra spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Zo, nou, inmiddels zijn we al uren verder. Het is al 2:50. Maar ze is er, hoor. Hallo. Ja, hartstikke leuk. Ik ben mijn stem een beetje kwijt aan het raken, hoor. Dus zo klinkt het niet altijd, maar... Ik vond het echt onwijs leuk. Oh, wat goed om te horen. Ja, echt heel erg leuk. Ze heeft me dingen in mijn eigen kast laten zien dat ik denk... Ik wist niet eens dat ik ze had. Tenminste, ik wist natuurlijk wel dat ik de items had, maar niet dat ik die combinaties kon maken. Dus ik kan bijna al in mijn eigen kledingkast shoppen, voor mijn gevoel. Ja, toch grappig, hè, hoe dat werkt. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook een paar items ontdekt die eigenlijk nog wel echt ontbreken. Die we wel heel veel zouden toevoegen. Ja. Niet in de zin van dat ik zoiets heb van, oh, iedereen moet dit, dit en dit hebben. Maar waarvan ik gewoon merk uit gesprekken en dat die gewoon zouden helpen bij jou. Ja, zeker. Dus daar gaan we in de volgende sessie naar op zoek. We gaan shoppen. Ja. Ja, we gaan een hele leuke shopsessie doen. Ah! Accu leeg. Goed, de batterij was leeg. Ja, waar waren we ook weer? Ik
volgens mij dat we gingen shoppen. Dat gaan we doen. Mm. We gaan, Sarah heeft een aantal dingen ontdekt waarvan we beide denken dat die leuk zouden zijn om nog aan te schaffen. Yeah. Ze laat me ook nieuwe dingen ontdekken en dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik hoop dat we dat met shoppen ook gaan doen. Ik denk het wel, ja. Want volgens mij, het scheelt wel dat je zelf wel gewoon goed weet wat je leuk vindt. Het is alleen net als je soms... Ja, het gaat echt om die vertaalslag die we gaan maken. Ja, zeker. En sowieso... Het laten werken net. Ja. Met het omkleden steeds. En echt, hè? Helemaal. Maar ik heb al weekend dat ik al verteld. Dus het is allemaal niet zo heel erg. Ik heb geen hele bakken energie meer nodig. Dus, gelukkig. Dus dat is fijn. Maar sowieso maakt Sarah echt onwijs leuke video's en vlogs ook. Dus ik ga haar kanaal even onderin linken. Het gaat je waarschijnlijk niet heel veel opleveren, maar misschien... Nou, ik vind het wel lief dat je het zegt, toch? Kan ik je nog aan wat mensen helpen? Want ik vind jouw kanaal heel erg leuk. Dus dan vind ik het ook leuk om die te delen. Oh. Dus wij gaan even afsluiten en dan zie ik jullie straks weer. Zo, nou, Sarah is inmiddels de deur uit. Het was echt heel erg leuk. Superleuke, ochtend, middag gehad. Ze was hier natuurlijk om een uur of 11 en ze is pas echt rond 2:30 of zo weer weggegaan. Dus het was echt super, super leuk. Helaas ook minder leuk nieuws. Ik ben afgewezen op de functie waar ik voor had gesolliciteerd. Heel jammer. Daar baal ik echt wel een beetje van. Toch degene met meer ervaring is aangenomen. Ja, vind ik heel jammer. Maar er ligt op mijn eigen werk nog een mooie kans. Die ik nu wel ga aangrijpen. En waar ik verder over in gesprek ga. En die nieuwe organisatie heeft ook niet echt de deur helemaal dicht gegooid. Want ze zien wel wat in me. Alleen niet voor nu en niet op deze functie. Maar ja, we gaan wel kijken wat de mogelijkheden zijn om die ervaring te gaan opdoen. Dus dat geeft me dan toch ook wel een goed gevoel. Dat ik toch wel, dat ze toch wel wat zien. En dat ze me toch niet helemaal gelijk zo loslaten. Dus dat maakt het een beetje minder wrang. Maar ja, toch gewoon teleurgesteld. Laten we eerlijk wezen, dat is gewoon zo. Het is nu inmiddels alweer 3:30. De tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Ik ga even de lunchtroepjes en zo opruimen. En dan weet ik niet of ik naar buiten ga of dat ik wat anders ga doen. Nou, ik ga even kijken wat ik ga doen. In ieder geval even een beetje mijn zinnen verzetten. Zo, een hele goede morgen. Het is donderdag, Hemelvaartsdag. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, jongens. Ik had er even geen zin meer in. Was toch wel teleurgesteld. En niet dat ik nou ontzettend bij de pakken ga zitten. Maar een beetje afleiding gezocht. En gewoon een lekker avondje gehad. Vandaag niet heel veel plannen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ga straks eerst... mijn outfit van vandaag kiezen. En ja, daar heb ik eigenlijk best wel zin in na gisteren. Omdat ik heel veel inspiratie heb gekregen. En ook benieuwd ben van wat het dan gaat worden. Ik heb al wel wat ideetjes, maar jullie gaan het zo zien. Dus dat is wel leuk. En het weer is niet al te best. En we appten vanochtend even in de jonge vloggersgroep. Dat is met Suus en Ronald en Tineke en Janneke. En toen had Suus het over IKEA. En toen dacht ik, dat is ook leuk. Het is natuurlijk wel lang geleden. Ja, het is lang geleden, maar dat wou ik niet vertellen. Het is natuurlijk wel Hemelvaartsdag, dus het zal wel takken druk zijn. Maar ja, het is wel leuk. Dus misschien dat ik daar even naartoe ga. Want het weer is niet heel erg je van het. Maar nou schijnt het vanmiddag wel beter te worden. Maar... ik weet het gewoon nog even niet. Ik zit ook nog gewoon in mijn pyjama, hoor. Het is al 10:00 of zo. Is het 10:00? 9:50. Dus ik ga me eerst maar eens even aankleden en dan verder kijken. Zo, ik ben er klaar voor. Nou, dit is een van de outfits. Ja, ik kan mezelf... Oh, wacht. Misschien kan ik het zo even laten zien. Die Sarah gisteren voor mij heeft uitgezocht.
Nou ja, gewoon met mijn eigen kleren. Maar een outfit waar ik echt zelf nooit aan gedacht had. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Door gewoon zin om een stukje naar achter te rijden. Ja, deze broek. Nou, eigenlijk heb ik alles al heel lang. Deze jasje, dit jasje heb je wel vaak voorbij zien komen. Die broek misschien pas één keer. En dit shirt heb ik al heel erg lang. Daar zitten cactusjes op. Die heb ik ooit bij de CNA gekocht. Die vond ik toen zo leuk. Maar die heb ik gewoon nooit aan. Omdat ik niet zo goed wist hoe. En deze combinatie had ik eigenlijk nooit zelf gemaakt. Maar ik vind hem zo leuk. Dus thanks Sarah. Super. Dus nou, ik ben daar helemaal klaar voor. En ik heb besloten inderdaad niet te gaan fietsen, maar naar IKEA te gaan. Ik neem geen camera mee. Sorry. Nee, ga ik niet doen. Ik weet toch dat ik daar niet ga filmen, want ik ben aan het rijden en filmen. En ik ga voor niks. Kijk, ging ik nou echt voor dingen kijken, was het wat anders. Maar ik ga eigenlijk gewoon, omdat ik er zin in heb. Suus begon er vanochtend over en toen dacht ik ineens, ah, dat is lang geleden. Dus ik ga gewoon, maar ik ga vanmiddag pas. Ik ga eerst even mijn watermeloen opeten. Het is nu 10:50. Dan eet ik vanmiddag tussenmiddag nog even mijn granola met kwark. Want ik heb vanochtend broodjes gegeten. Want die had ik over van gisteren. Vind ik zonde om weg te doen. Dus dan heb ik mijn lunch en mijn ontbijt even omgedraaid. En als ik dat dan op heb, ga ik die kant op. Hij is tot 8:00 vanavond open. Dus ik heb tijd zat. Dus dat ga ik doen. Gezellig. Zo, ik ben weer terug. Mama is uiteindelijk even mee geweest naar IKEA. Dus dat was echt super gezellig. En maar goed dat ik mijn vlogcamera niet bij me had. Want oh, wat was het daar druk zeg. Niet te geloven. Echt heel erg druk. We hadden nog één parkeerplekje. Invalide parkeerplekje dan. Maar voor de rest waren er in de garage ook nog maar 7 parkeerplekken in totaal. En het andere terrein stond al helemaal vol. We zijn in Delft geweest. En het enige wat ik gekocht heb is een orchidee. Dan moet je kijken hoe mooi die is. Oh, geweldig. Ik heb een nieuwe nodig in de slaapkamer. Maar mama zei, je moet hem eerst eventjes onder water zetten. Dus die hele pot staat vol water. En dan moet ik hem over een half uurtje weer uithalen. En dan kan hij naar de slaapkamer. En maar voor 4 euro. Echt niet duur. Mooi die afwas. Dus nou goed. Dat was in ieder geval gezellig. En straks ga ik natuurlijk naar mijn ouders om te eten. We eten gevulde paprika. Oh, lekker met lams gehakt. En allerlei lekkere dingen hoorde ik. Dus daar heb ik ook alweer zin in. En had ik gisteren, voor toen Sarah kwam, bij de lunch, had ik een sapje gehaald. En natuurlijk ben ik die vergeten neer te zetten. Dus nou, dan ga ik er nu maar even. Of ik drink hem helemaal op, maar dat denk ik niet. Maar ik denk dat ik de helft even opdrink. Sinaasappel aardbei, dus dat klinkt wel lekker. Nou, we gaan het zien. Goedemiddag, lieve mensen. Het is vrijdag vandaag en ik heb nog niet één keer gevlogd. Ik had er gewoon niet zoveel zin in. Ik moet even niezen. Wacht even hoor. Nou, wel of niet? Dat is de vraag. Maar volgens mij toch niet. Oké. Ja, vrijdag vandaag. Ik heb lekker uitgeslapen, want ik was natuurlijk lekker vrij. Toen heb ik vanochtend een beetje lopen klungelen. Ik ben nog even naar de HEMA geweest. Ik had wat dingen voor mijn gezicht nodig. Verder niet heel boeiend. Ik heb een lekker serum gekocht. En sokken heb ik gekocht. Die ga ik denk ik in de weekendvlog even laten zien. En nog een schoonmaakdoekjes. Ook voor mijn gezicht. Dus nou. Ik ben altijd een beetje, als ik in die vlog, als ik dan in de spiegel kijk, denk ik, mijn wenkbrauwen zien er best leuk uit. Maar als ik dan in die vlogcamera kijk, denk ik, wow. Nou ja, maakt niet uit. Anyway, toen ben ik naar Leiden geweest. Want een collega van mij ligt daar in het ziekenhuis. Ja, dat film je gewoon niet. Ik bedoel, nee. Dat vind ik niet kunnen. In een ziekenhuis of wat dan ook. Ja, behalve als het heel erg eigen is, weet je. Dan vind ik het wat anders en mensen vinden het oké. Maar bij die collega voelde dat gewoon ook niet goed. Was wel super gezellig. We hebben echt, ik ben er een uurtje geweest en we hebben lekker zitten bijkletsen. Dus dat was heel erg leuk.
toen ben ik teruggegaan, maar ik ging daar rond het 3:15 denk ik zo'n beetje weer weg. En blijkbaar, toch een beetje spits of zo, want het was best druk op de weg. Ik heb daar aanzienlijk langer over gedaan dan op de heenweg. Nou, ik weet ook niet precies waar dat dan aan ligt, maar goed. Nu sta ik niet op het punt, want het is nu 5:30. Half zes en ik ga vanavond heel gezellig met wat vriendinnen eten. Bij een van die vriendinnen thuis. Wij hebben vroeger, toen we 16 waren, zaten we met elkaar op een soos. Je had dan op vrijdagavond van 7 tot 11 geloof ik. Nou, dat vond je natuurlijk helemaal je van het. Hadden we... was er soos en daar ging je dan naartoe en er werd muziek gedraaid en stiekem gerookt en dat soort dingen, je kent het wel. En daar ging ik altijd met mijn broer naartoe, want alleen mocht ik niet, dus Robert zat er ook op. En daar heb ik wat meiden leren kennen toen en we waren toen een vriendenclubje. En nou, hoe ouder je wordt, hoe meer dat verwatert een soort van. En een paar jaar terug zijn we elkaar weer tegengekomen. En sindsdien doen we, nou zeker 1 keer per jaar, afspreken om wat gezelligs te doen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat ga ik vanavond doen. Daar neem ik de camera wel mee naartoe. Maar ik weet nog niet zeker of ik ga vloggen. Want ook daar is het natuurlijk die mensen die, zie ik niet zo heel erg vaak. Ik weet helemaal niet of ze erop zitten te wachten. Maar wie weet, als de gelegenheid zich voordoet, zal ik dat zeker even de camera erbij pakken. Het is eindelijk lekker weer. Heerlijk. Het was vandaag, er stond 19 graden, maar ik heb het in de auto ook 26 graden gehad. Dus dat klopte niet helemaal. Maar de wind maakte het denk ik nog een beetje koud. Dus dat is fijn, want morgen, daarom vertelde ik het, morgen gaan we eindelijk weer eens een lang stuk fietsen. Daar heb ik heel veel zin in. Met mijn ouders ga ik. Want morgen is het 1 juni en dat is natuurlijk de maand dat Laura en Roy gaan trouwen. Laura moet morgen werken, maar na het werk komt ze naar mijn ouders. En dan ga ik er ook nog even heen, nog wat dingen doorspreken en even vieren dat de maand begonnen is. Dus dat is leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Zondag krijgen we proefkapsels. Geen idee wat ik daarvan ga delen, maar dat gaan jullie zien. En zondagavond heb ik dan hier nog een vergadering van de skivereniging thuis. Dus nog zat te doen. Dus ik denk dat er het weekend wel weer wat meer gefilmd gaat worden. Weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ik ga nu ook de weekvlog afsluiten. En dan start ik straks gezellig de weekendvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!